Deze had één randje meer. Nou, die is al goed gevuld met bijen. Oeh, die is ook goed zwaar trouwens. Hoppakee. Deze is minder zwaar. Dit was ook uitlopend broed. Kijk wat ze hier met het bouwraam gedaan hebben. Dan is dit het bouwraam. Goed gevuld met bijen. Veel jonge bijtjes. Dus waarschijnlijk worden daar de larfjes al verzorgd. Ja. Dus dit raam. Zie je ook weer de scheiding darrenbroed, werksterbroed. En hier als je goed kijkt, dat weet ik niet of je het kunt zien, maar daar zie je dan de larfjes al in liggen. Ook die laten we hier nog even in dit volkje, zodat die larfjes verder goed verzorgd kunnen worden. Ik blaas de bijen even naar beneden. Zo. En dan bouw ik het volkje weer op. Dit was uitlopend broed. Ja, het wordt nu gevuld met nectar. Stuifmeel genoeg in het volk ook. Ja, broed is allemaal uitgelopen. Kan ik eigenlijk ook de twee randjes even omdraaien. Dit randje wil ik eraf halen. Die is kapot. Deze is iets zwaarder. Hier zit nog een beetje voer in. Ik voer darrenvolken continu. Heel klein beetje. Zodat de larfjes goed worden verzorgd. Ja, je kan nog een nieuw pakje voer in dadelijk. Zo. Kijk, deze kapot. Dus die moet ik even vervangen. Nou, dat zijn mijn volkjes voor de vroa-resistentieteelt.